Welkom bij Peugeot. Op de stand van Peugeot beleeft de nieuwe 308 zijn wereldpremière. De Franse constructeur breekt dus met zijn traditie om iedere nieuwe generatie een hoger nummer te geven, want anders had zijn nieuwe middenklasser 309 moeten heten. De Peugeot 308, die bij deze generatiewissel 140 kilogram lichter werd, staat op een moduleerbaar platform dat hij deelt met de Citroën C4 Picasso. Hij is 2 centimeter korter en 3 centimeter lager dan zijn voorganger, maar zijn koffervolume groeit spectaculair met 122 liter. In het interieur gaat de Peugeot door op het elan van de 208 met een hoog opgesteld instrumentenpaneel en een klein stuurwiel. Op de middenconsole zijn opvallend weinig knoppen te vinden, want het merendeel van de functies wordt bediend via een groot aanraakscherm. De nieuwe 308 wordt nog deze herfst gelanceerd met een gevarieerd motorenpalet, met benzinekrachtbronnen van 82 tot 156 pk en diesels van 92 tot 115 pk. Vanaf de lente van 2014 wordt het gamma nog uitgebreid met een 1.2 driecilinder turbomotor op benzine en een aantal diesels die voldoen aan de Euro 6-norm. De zuinigste zal slechts 82 gram CO2 per kilometer uitstoten. Hoeveel de nieuwe 308 zal kosten is nog niet bekend.